Hi iedereen, we kijken naar het thema voeding en vertering. Het grootste deel van het thema gaat over voeding en vertering. Je gaat ook merken welke voedingsstoffen nodig zijn voor de werking van de verschillende delen van het lichaam. Welke delen, welke voedingsmiddelen of welke voedingsstoffen je lichaam nodig heeft en welke functies die hebben. Verder kijken we naar het verteringsstelsel van de mens. Maar nu kijken we dan eerst naar basisstof 1 en dat heet voedingsmiddelen en voedingsstoffen. Voedingsmiddelen is alles dat je eet en drinkt. Yes? Een voedingsmiddel kan aardig zijn en die zijn afkomstig van planten. Voedingsmiddelen kunnen ook afkomstig zijn van dieren. Zoals melkproducten, vlees, vis. Plantaardige voedingsmiddelen zijn onder andere appels, groenten, etc. etc. Oké, we gaan nu kijken naar voedingsstoffen. Wat zijn voedingsstoffen? Voedingsstoffen zijn de bruikbare bestanddelen die er zijn in voedingsmiddelen. Yes? Er zijn 6 voedingsstoffen. De 6 voedingsstoffen zijn water, eiwitten, zouten, koolhydraten, vitamine en vetten. Yes? Onthouden. Verder gaan we dan kijken naar de functies van de voedingsstoffen. De voedingsstoffen kunnen de functie hebben van bouwstof, brandstof, beschermende stof en reservestof. Yes, dat is tot nu toe. Het volgende filmpje gaan we verder kijken wat ze allemaal inhouden en in welke producten je de voedingsstoffen kan halen.